je dat het anders kan? Zijn we toe aan een nieuw plan? Ga je mee op weg met mij? Zeg me waarop wachten wij? Was it ever? Is er een plan toe, zeg het mij. En waar naartoe gaat deze reis? Al was aan je getoverij. Toe geef je over. Zeg wat verwacht je nu van mij? En wie betaalt de hoogste prijs? Al was aan je identiteit. Toe geef je over. Words can actually start destroying what you work so hard to do. Stops. Words can actually start destroying what you work so hard to create. A dream that never stops. Denk je dat dit tot niets leidt? An open letter. Zit je hier vast voor altijd? Just to fail her. Ga je mee op weg met mij? I remember. Zeg me waarop wachten wij? Alvast aan je identiteit. Toe geef je over. Words can actually start destroying what you work so hard to create. A dream that never stops. Words can actually start destroying what you work so hard to create. A dream that never stops. What do you think about? Alvast aan je eigen toverij. Toe geef je over. Zeg, wat verwacht je nu van mij? En wie betaalt de hoogste prijs? Alvast aan je identiteit. Toe geef je over. Kai, Andy. En ook een geweldig applaus, dames en heren, voor Ozark Henry. Dankjewel, Piet, om erbij te zijn vanavond. Dit is iets wat de jongens alvast nooit zullen vergeten, denk ik. Kai, een half uurtje geleden kon het zomaar zijn dat je dit allemaal niet had mogen meemaken. Dat klopt. En, ik vind het ook heel spijtig, maar ik... Je vindt het spijtig? Ja, ik bedoel... wat er gebeurd is, maar ik ben blij dat ik een kans heb gekregen en die ga ik pakken. Die ga je pakken, dat hoor ik graag. Dat is de juiste ingesteldheid. We gaan eens horen wat de jury ervan vond. Chris, heeft hij zijn kans gepakt? Vind ik wel. Het is alsof er een soort last van je schouders is gevallen. Dit is ook een soort song dat jou goed ligt, Kai. Die heel moeilijk technische dingen die zo naar beneden gaan, je kon daar ongelooflijk mooie klank in je stem houden. Dat kwam als vanzelf. Je stond daar ook bijzonder ontspannen en lekker te grooven op jezelf. Het was heel fijn om naar te kijken. Je hebt je schitterend herpakt, moet ik zeggen, met deze prestatie. Andy, jij stond ook lekker op je gemak, had ik de indruk. Ik miste op sommige momenten, als je aan het zingen was, wel wat ontspanning en plezier in de stem. Natuurlijk, die technische dingen, dan hoor je gewoon dat jij weinig zangervaring hebt. Dat is niet onlogisch. In het middengebied en het hoog vind ik dat heel aangenaam klinkt altijd. Die dingen die zo naar beneden gaan, dan moet je nog een manier vinden om je stem niet te amateuristisch laten klinken, zal ik maar zeggen. Hetgeen niet onlogisch is, je bent nog steeds een amateur, zoals wij allemaal altijd zullen blijven. Maar goed gedaan allebei. Slons. Ja, Kai, inderdaad, jij loopt met 5 kilo minder stress op je schouders. En je hebt een mooi contact met je publiek, maar ook met Ozark. Een warm contact, oogcontact. En ja, het was aangenaam om naar u te kijken. En Andy, ja, jij zit ook een... Ja, zo, Andy, patatje. Maar, Andy... We kunnen u niet blijven vergeven dat deze maar een derde keer is dat je op een podium staat. Dus voilà, de competitie is heel straf. Dus jij gaat een tentje moeten bijsteken qua performance. Ik kan u privélessen geven. Maar voor de rest, ja, voilà.